Dan is het eindelijk weer zover. En van My Team, 4 races in 1 aflevering, zodat ik misschien dit seizoen wel af kan maken. Het lijkt wel een traditie te worden. Regen in de kwalificatie. Het is echt bizar. Ik zag mijn tijd. Ik dacht, weet je, fuck it. Ik ga dit niet meer doen. Ik ga gewoon mijn hele motor wisselen en helemaal achteraan beginnen als ik dat toch wel niet moest. En je ziet het ook hier in de resultaten. Het is heerlijk achteraan te staan op een circuit waar we helemaal niet snel zijn. Let's go! Ja, de start is gewoon shit. Maar in bocht 1 laat ze een heerlijk gaatje voor me open en kan ik heerlijk in gevecht met Magnussen. En Magnussen is een heel bijzonder persoon en we proberen hem hier maar gewoon gelijk in te halen. Hij verdedigt de tyfus en we komen uiteindelijk mooi voorbij. Dan probeert hij het hier nog een keertje, maar uiteindelijk rijden we wel gewoon naar de groep terug. Natuurlijk op plek 20, getrouwenwijs, zien we Latifi. Nou, Latifi halen we gelijk heel mooi in en gaan wij door en halen wij, och, zoveel auto's in. En we zijn zoveel gestegen. De eerste is Lando, de tweede is Schumacher en daarna halen we ook gelijk Sainz een Ferrari in. What the fuck? Die Ferrari zal wel heel blij zijn. Nee! Dan is het zo inhalen, pitten en dan wat zie ik hier nou weer? We komen mooi het rechte stuk op en Lando denkt, fuck it, ik ga even crashen. What the fuck? Voor de rest is er nog Piastri in de laatste ronde inhalen en finishen. En dan komen we achter dat we 16e en 17e zijn geëindigd. Dat is dan niet bepaald een heel mooi resultaat. Hopelijk gaat het wel beter zijn in Singapore. Singapore is mijn favoriete circuit. Ik ben er echt best wel snel, dat zie je ook. Q3, we worden derde in de slechtste auto. Nee, ik ben niet aan het kloten geweest met AI. En dan gaan we kijken naar de startgrid. En wat zien we dan? We zitten op pole position. What the fuck? Oh, dit had ik nog niet eerder gezien. Onze auto helemaal van voren. Maar dan moeten we gaan starten. Ik op mediums en de rest op softs. Lastig. We rijden naar de eerste bocht en we halen hem gewoon. We zitten nog steeds op fucking plek 1. En na 1 ronde ging het bijna helemaal mis. Norris crashte bijna zelfs om door mij in te halen. En ik eigenlijk dan ook bijna. Maar dat is gelukkig goed gekomen. En daarna zien we gewoon, we rijden weg. We rijden ook echt fastest lap achter fastest lap. Maar dan, ik voel dat de banden niet zo lekker meer zijn. Ik ga de pit in en dan gebeurt er dit. Ik krijg een safety car precies wanneer ik de pitstraat in rijd. Nou, dit is perfect. Dit is echt heerlijk. Hierdoor kun je met op nieuwe banden gewoon weer weg van ze rijden. Ook al is het hard, want ik denk niet dat de softs het uithoudt. Na onze pits komen we als 5e de grid op. Dat is helemaal niet erg, want degene voor ons hebben nog niet gepit. Alleen we hebben wel Magnussen voor ons. Maar die is heel simpel ingehaald en willen we graag gaan naar Ocon en Bottas, maar die pitten gelijk, hoeven niets in te halen. En dan is het uiteindelijk Albon. Dan rijden we naar hem toe en dan gaat hij ook pitten. En toen reed ik weer op P1. Alleen wel met Leclerc en Verstappen achter mij, die op snellere banden waren en ook sneller waren dan ik. En dat ze sneller zijn, dat merk je meteen. Want in bocht 1 probeert hij mij gelijk in te halen, waar ik net uit kan komen. Dan een rondje later probeert hij het, maar dan doet hij het zo agressief dat hij zelfs de controle over zijn auto deels kwijtraakt. En daardoor heeft Max Verstappen vrij spel gekregen om mij aan te vallen. Hij doet het gelijk in ronde 14. Een van de eerste bochten, maar dat gaat gelukkig goed. Dan gaat hij op het rechte stuk, het tweede rechte stuk van Singapore en haalt hij me bijna in en ik kan hem nog gelukkig halen. Dan is het de laatste ronde, ronde 15 en hij komt er helemaal voorbij. Alleen het gaat regenen in de laatste ronde, what the fuck, waardoor ik hem dus net met het remmen er terug uit kan remmen. Ik neem de positie terug en ik win. What the fuck is er hier net gebeurd? Het voelt toch heerlijk om even deze cutscenes te zien. Voor de standing is het ook geweldig. We gaan zelfs de richting Alpine. Maar dan ben je terug in het menu en dan zie je toch wel, ja, de auto is wel echt slecht. Dus daar moeten we echt nog wat aan doen. En dan is het nu tijd voor Japan. Ja, de Grand Prix van Japan, die ga ik redelijk snel vergeten. Want bij de start worden we bijna van de baan getikt door Latifi. En in bocht 1 zit ik lekker in een duel met Latifi. En crash ik heerlijk. Hij rijdt van me weg, want hij heeft natuurlijk geen schade. Ik ben mijn volledige voorvleugel kwijt. En daardoor is onze hele race verpest. We eindigen lekker als 22e in een race waar we letterlijk niks is gebeurd. Gauw maar door naar de volgende race. De kwalificatie van Amerika ging perfect. We hebben vet veel downforce en daardoor kunnen wij dus doorgaan naar kwalificatie 3 en worden we zelfs 7e. Maar dit begint echt een grap te worden. Regen, full wets in de race. Nou, dit wordt een vreselijke race, dacht ik toen ik deze race begon. Wel is het leuk om te zien om te starten vanaf P5, omdat weer 2 voor je een grid penalty hebben. Eigenlijk is de start best wel goed, ik krijg hem weg en ik verlies geen plekken na bocht 1. Maar een paar bochten later probeert Alonso mij in te halen en gaat volgens mij per ongeluk daardoor ook Norris voorbij. Dan probeer ik om ze heen te rijden zodat ik een betere tractie heb en van hun weg kan rijden. Alleen onze topsnelheid is zo shit dat ze van ons wegrijden op het rechte stuk. Maar doordat wij dus weer een hele goede downforce hebben, kunnen wij ze uitremmen in de bocht en halen ze weer terug in. We rijden gewoon echt van ze weg en we hebben zelfs even een tijdje lang de fastest lap te pakken. En mede dankzij dat vergroten wij het gat met een paar seconden. We rijden zelfs richting de top 3. Alleen dat gaan we net niet halen, want we halen uiteindelijk een 3 seconden penalty. Maar dat maakt alsnog niet zoveel uit, waardoor we er dus heel mooi vierde worden. En Sainz is zo blij dat hij even een spinnetje doet na de race. Maar dit was dan de video. Bedankt dat je hebt gekeken. Geef een like als je de video leuk vond. En dan ga ik zeggen, houdoe. Zorg dat je er de volgende keer weer bij bent voor nog meer Formule 1 spektakel.